Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hassan van 4. Voor aflevering zijn we hier gebleven waarbij Duitsland echt aan het falen is. Dat is gewoon het eerste wat iedereen wel ziet. We gaan eens even zien wat we hier nog even gaan neerzetten. Geen idee. Oké, wat hebben wij precies? Marxist, Lemmensist, Stage. Oh nee. Laten we die toch maar niet doen. Even kijken, we hebben ook een available war goal. Want ja, Duitsland die heeft toch wel een beetje probleempjes. Ook omdat hij er niet voor koos om mij een gebied te geven. Nu heb ik zo van, ja, dan kunnen we een beter oorlog gaan voeren. Wat ook binnenkort wel de bedoeling is. Ga ik wel eerst even zien hoe dit allemaal. Of dit allemaal goed gaat. We zien. National Focus. Proof the Stalin line. Wat heb nuclear fuel. Kunnen we al nuclear factories maken? Of experimental reactor? Nee, nog niet. Ik vraag me echt of dit überhaupt nog goed gaat komen voor hebben deze dus voor nodig, Duitsland. Okay. Ik weet niet. Ze zijn in ieder geval wel door de Maginot-linie. Dit gebied. Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik vind het wel knap dat Nederland dit allemaal voor elkaar krijgt. Echt wel. Ja, we gaan het allemaal wel zien. Hier hebben we natuurlijk ook nog gedeelte staan. Ja, divisies. Maar ik denk niet dat die op het moment nodig zijn, omdat ze natuurlijk niet in de Axis zitten. Dus dat is altijd wel beter, denk ik. Ik ga ervan uit dat Italië gaat vallen. Weet je wat, ik ga het gewoon doen. Declare war. Dus klaar ermee. Allemaal tenten drukken. Oké. Plump. Zo. Naval Dockyards, die hebben we ook weer. Is het maar eens. Oké, nu is er gewoon geen kans meer dat ze gaan winnen. Echt niet. Oké, top. Nou ja, daar krijg je ervan als je aan het vakken bent. Commonwealth of Poland. Onze troepen die kunnen het gewoon niet bijhouden. Zo snel dat gaat. Oké, ga gewoon even een beetje. Oh, ik druk op controle in. Gewoon een beetje rondlopen.
Oh, dit is heerlijk. Er is alsnog aerial superiority. Zo, Romeinië is weer terug. Polen krijgt ook weer een beetje land terug. Zo. Ah, het is gewoon over voor Axis. Gaan we dit front even weghalen, omdat we daar toch niks meer voor nodig hebben. En dan zetten we gewoon alles hierop. Nog een betere strategie. Bomber. Nice, nice. Hier ook nog een klein stukje. Far East Fortification. Ja, Japan, dat ga ik ook wel binnenkort aanvallen. Misschien kan ik nog iets anders. Hoeveel divisies hebben we eigenlijk? Nog maar 83 maximaal. Zelfs Italië heeft er nog meer. Jezus. Dat vind ik toch nog best wel knap. Zodat dat toch allemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, Duitsland is aan het vallen. Valt wat overduidelijk te zien, want ik kom heel dicht bij Berlijn. Ja, Berlijn gaat vallen. Zoals Italië van kapot. Hey. Nou, richting Kopenhagen dus. Dan gaan ze wel iedereen een keer vallen. Meer hoef ik eigenlijk niet. Dat was eigenlijk alles wat ik nodig wou hebben. €14,92 miljoen, what the fuck. Nee, geen convoys, dat doet hij wel eens vaker. Die naar convoy toe gaat. Wat staan deze divisies eigenlijk? Oh ja, hier bij Finland. Ah. Ja, mooi. Of ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Ik ga vaak op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.